Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Eigenlijk Feitelijk, Actually Factually, de nieuwe podcastshow waarbij ik, uw gastheer, Joni van Genechten, een aantal internationale gasten uitnodig, opdat we samen toch weer al maar eens een uur van uw leven kunnen verspillen. Actually Factually, a little mix of entertainment about everything and nothing all at once, where your everyday dose of averageness is the punchline, where the words international and travel are more than likely to be heard at least once, and where the guests, well, they do really matter. Nu, wie zijn mijn gasten? Wat doen ze? En waarom? Well, efficiënt en discreet wordt de waarheid compleet, want al is het mysterie nog zo groot, Joni legt de waarheid bloot. Let's go. Leeftijd. 24. 26. Locatie. Antwerpen. Ja, ook Antwerpen. Hoe lang is het geleden sinds we elkaar laatst zagen? Man, dat is veel te lang. Ja, veel te lang. 4, 5, 3 jaar. Driejaartjes. Veel te lang, drie te veel. Zijn jullie ooit al op een podcast, tv of een interview geweest? Ja. Ik wel, ja, ja. Ik ook wel. Fantastisch, goed. Dat was dat al. En dan kunnen we nu beginnen. Wow. Wow. Intro. Dag Jana, dag Nico. Dag Joni. Dag Joni. Lang geleden. Veel te lang. Ja, heel veel te lang geleden. Daar zeg het. Goed om niks te zien, hè. Ja, aan mij nog niet. Jullie ziet er allebei goed uit. Insgelijks. Dank u wel. Zeg, hoe gaat het effectief met jullie? Eigenlijk feitelijk, hè Joni. Gaat het bij ons? Goed. Niet slecht, niet supergoed, maar gewoon goed. Maar dat betekent ook al redelijk veel, hè? Dat betekent redelijk veel, maar alles kan natuurlijk beter, hè? Alles kan ook slechter, zeg ik altijd, maar alles kan beter, hè? Goh, we gaan hier al direct filosofisch een toer op, ja. Man. Dat is hier materiaal. Privé en persoonlijk ook? Allee, professioneel en privé ook alles in orde? Of is daar een beetje stroef nog? Ik denk persoonlijk, met ons gaat het goed als koppel, maar ik denk op professioneel vlak dat we wel allebei aan het zien zijn hoe dat we in een betere positie kunnen komen. Ja. Wie niet uiteindelijk, hè? Allee, je moet daar weer geen doekjes om winnen. Het is voor iedereen dezelfde miserie. Hè? Mm-hmm, exact. Goed, en ik ga ineens over naar mijn volgende vraag. Hè? En ik ga eens op mijn speakbrief kijken, want zo gaat dat. Voilà, zeg. Ja. Dan gaan we zo beginnen, Joni? Ja, het is hier geen examen. Hè. Ik ben misschien wel gekleed, maar... Maar je ziet er goed uit. Ik ga even jullie palmares, of al ja, parcours aflezen, om het zo te noemen. Maar je hebt een groot werk gedaan. Ja, zeker wel. Allebei toerisme en recreatiemanagement gestudeerd. Samen naar Mallorca geweest. Samen op cruise geweest naar de Verenigde Arabische Emiraten. Facebook
Instagram-pagina, blog, levensverhaal, noem het gelijk je wilt, Bucket Trips, Two Belgians Abroad, opgericht. Jullie hebben meegedaan aan de Barcelona Express. Jullie hebben ondertussen redelijk wat pareltjes in Europa gezien. En de cherry on the cake, om het zo te noemen. Nico, je hebt stage gedaan in Oeganda. Mm-hmm. En ja, van daaruit gaat het eigenlijk heel snel, hè, voor jullie twee. Van dat idee meteen tot managers, hè, van de treetops. Vertel. Goh, vertel. Dat is een heel, heel open vraag. Hè. maar ik wil daar super graag over vertellen, want dat is toch wel met onze beide levens, denk ik, tot nu toe wel een van de hoogtepunten geweest. Dat zal wel zijn. Waar moet ik beginnen, Jordi? We gaan gewoon eens onze schijnwerper daarop richten. Hè. We zullen misschien beginnen bij het begin. Toerisme en recreatiemanagement. Hè. Thomas Moor-Mechelen. Hoe zijn jullie daar allebei bijgekomen? Ik niet. Dus ik was na mijn middelbare school eerst nog een jaar in het buitenland ook gaan rondreizen. Dus meer bepaald in Australië, waar jij ook geweest bent, uiteraard. En nadat ik terugkwam, was mijn papa van oké, werken of studeren. Ik dacht, ja, wat ga ik doen? En dan, ik had wel interesse om nog verder te studeren. Werken zag ik nog niet goed zitten. En dan zo bij Thomas Moor Toerisme terechtgekomen. Omdat, ja, ik reisde graag. Dus, en ik wou gewoon zien wat dat de mogelijkheden waren als ik toerisme en recreatiemanagement ging studeren. Ja, bij mij was het eigenlijk vrij random, want ik wou eigenlijk altijd minister worden. Daar is er niet van gekomen. Ja, ik weet het. Sorry. Ik heb daarmee gelachen. Sorry, dat was heel grof. Je mocht met mij lachen, Joni. Ik heb ook al veel met u gelachen. Hè? Ja, dat is waar. Daar gaan we nu niet over beginnen. Daar gaan we nu niet. Dat laten later, we voor later. Later vanavond. En dan komen de pittige details. Maar ik wou dus minister worden. Ik heb dat niet gedaan. Waarom niet? Politieke wetenschappen. Dus ik dacht van, misschien wel interessant, maar echt te saaie koek voor elke dag mee bezig te zijn. Dus ik wou eigenlijk niks studeren dan. Tot aan mijn mama zei van, zeg, en toerisme is dan niks voor je. Ik kent dat op zijn toon. Dan denk ik, ja, wel, ja, ik zal eens gaan horen. En voilà. Dan heb ik dat maar gedaan. En zo geschiet, hè? Shout-out naar de mama. Ja. en dan gaan we naar het volgende puntje. Hè? Is de liefde voor het reizen, sinds dat jullie, hè? Jullie hebben dat dan samen gestudeerd, zoals zoveel anderen, hè, van onze klasgenoten toen in der tijd. Is de liefde voor het reizen, sinds dat jullie elkaar daar hebben leren kennen, is dat daar groter geworden? Is dat een ander moment geweest? Of was die liefde voor het reizen er al? Ik denk dat dat ook de reden is waarom dat wij als koppel zo sterk zijn. Omdat toen ik hem dan leerde kennen, en in het begin hadden wij daar veel gesprekken over, van wat wil je nou je studies gaan doen? En ik zeg, ja, ik wil na mijn studies gaan reizen en ik wil echt gewoon jaren in het buitenland doorbrengen. En allee, met de diploma dat ik dan heb, toerisme, zijn er zoveel mogelijkheden in het buitenland, dus waarom zou ik die niet gebruiken? En ik denk dat wij die gesprekken hadden, dat ik ook echt dacht van, ik heb hier een goeie gevonden, die dat ook van reizen houdt. Want ik denk, allee, in mijn vorige relaties was dat anders. En nu had ik echt... Nee, daar gaan we het zeker niet over hebben, maar ik bedoel... ik wil gewoon maar zeggen van, dat wij direct die dingen hadden van, we willen samen naar het buitenland. Ja, van, en... maar misschien ook wel even iets om te highlighten. Voor mij persoonlijk, ik vind het woord reizen, echt reizen, vind ik niet leuk. Wat ik leuk vind, dat is ontdekken. Dat is toch wel een interessant verschil, want reizen, en dan denk ik direct aan op een vliegtuig zitten, of op een bus zitten, of onderweg zijn. En begrijp niet verkeerd, Jordi, onderweg zijn vind ik ook heel mooi, vaak het mooiste, maar echt het platte, letterlijke, droge reizen, vind ik niet leuk. Ik vind het ontdekken van culturen, en dat is mijn passie, dat is onze passie. Hè. Maar om 10 uur stil te zitten op een vlieger met een vuile pistolering en wat confituur, dat is... ik vind het ook wel belangrijk om even dat verschil boven te halen. Hè. Maar ik denk, ja, nee, dat zegt je toch wel. We gaan ook graag op avontuur. Op avontuur, voilà. Avontuur, en, ja. Dat is en dat is ook de reden, zoals je het juist ook al eens zegt, dat we mee hebben gedaan aan Barcelona Express. Dat was liefde van Brussel helemaal naar Barcelona. Ik bedoel, je kunt het vliegtuig naar Barcelona pakken, maar wij dachten, nee, we gaan liefde. En dat was een veel groter avontuur dan gewoon op het vliegtuig naar Barcelona stappen. Dus ik denk dat wij wel altijd zo opzoeken. En daarmee dat wij ook
Maar daar is het reizen, dan wil je juist het avontuur. Ja. Dus en snap je, is dat dan is inderdaad super vet. Mm-hmm. Het reizen. Als je het zo bekijkt, ja. Het reizen is eigenlijk gewoon de term of het jasje er rond, maar het is eigenlijk het innerlijke, de hele beleving en het avontuur ja. dat reizen reizen maakt, om het zo te daarvoor zeggen. Daarvoor doen we het, inderdaad. Mm. Voilà, voilà. Vind ik mooi, vind ik eigenlijk zelfs een beetje nobel, om het zo te bestempelen. En dan gaan we eens naar het volgende puntje op de lijst, zoals ik al eerder opnoemde, het concept van bucket trips. Nu, we weten allemaal, we gaan het er niet over hebben, we gaan het niet uitspreken, maar dat ligt stil momenteel, hè? Heel dat reisgedoe. Nu, ja, dat maar concept... dat lag al stil voor dat hele gedoe, heel het wereldwijde probleem begon. En dat is gewoon, dat is met de goede intentie start van onze reizen dat we samen doen, vast te leggen, zodat vrienden en familie konden zien van wat doen die twee allemaal als ze niet in België zijn. En ik zou dat nog altijd wel terug nieuw leven willen inblazen als het moment daar is. Mm-hmm. Om terug meer te posten en filmpjes te delen, foto's te delen. En ja, maar het leven is soms... Je denkt van, dat is altijd heel ambitieus. Hè? En ik heb echt respect voor mensen die dat echt blogs bijhouden en elke dag op Instagram kunnen posten. Maar toch wel een beetje onderschat ook dat je zo... Wij zijn ook twee mensen die dat in the moment willen genieten van alles. En dan, voordat ik door had ik echt zoiets van... ik heb al kunnen lang niks meer gepost. En dan dacht ik, Maar we zijn zo hard aan het genieten van alles, dat eigenlijk ook niet nodig was. En onze vrienden en familie wisten wel dat het goed ging met ons. Dus ik had ook zoiets van... en hoe zijn we er dan bijgekomen, dat bucket trip? Was dat zo met het idee van, ik wil iets... voor onszelf, om later dan op terug te kunnen kijken? Of is het ook vooral om te delen met familie, vrienden, onbekenden, om er toch een beetje verder mee te gaan, of niet direct? Van mijn kant uit, eigenlijk was het haar idee. Hè? Dus dat was een heel tof idee. Maar ik dacht van, je weet maar nooit. Hè? Als je op sociale media, zeker in deze tijd, iets begint, want je weet dat je het speciaal aan het doen bent, je weet dat je dat wilt delen, want je weet ook dat mensen dat willen zien. Dus ik dacht van, als we dat kunnen doen, dat is wel cool. Zeker als we daar ons brood mee kunnen verdienen en dan onze avonturen daarmee kunnen financieren. Dat zou een ideaal scenario zijn. Want ik denk dat ik voor ons beiden kan spreken dat wij niet echt de werkende mens willen zijn van 9-to-5 en dan een keer een weekje op een jaar op vakantie te gaan. Nee, we willen echt gewoon constant op avontuur gaan. Dus ik dacht van, misschien wel een mooie manier voor zo dat te kunnen financieren. Mm-hmm. Nou, zeker en vast. En zo zijn er nog velen, hè? Zeker. Mm-hmm. Ik denk, het is eigenlijk allebei. Het is voor mensen die ons niet kennen te inspireren, maar ook voor onze vrienden en familie, als we er niet zijn, voor degenen die geïnteresseerd zijn, omdat die weten van waar zijn Jana en Nico. Dus, en ik denk, veel mensen zeggen ook wel tegen mij, je zegt het zelf ook, van oh, dat is wel tof dat je dat doet. En er is denk ik wel van, ik weet dat ik dat wel voor... dat de meeste mensen dat wel apprecieerden. Maar gewoon de tijd en de plaats vinden om het te doen, is gewoon... Ja, het vraagt wel veel tijd. Ja, neemt meer tijd en moeite in beslag dan eigenlijk dat de meeste mensen ook denken. Hè? Zoiets. Ja, zeker. Van idee tot realiteit, dat is al direct een grote stap. Mm-hmm. Nu, dat gezegd zijnde, hè, die bucket trips of Two Belgians Abroad, zoals het nu heet... Hè, mag ik dat zeggen? Is het dan veilig om te zeggen of de stempel te gebruiken wereldreizigers? Of is dat al... Is dat nog te vroeg, vinden jullie? Je moet ergens beginnen, denk ik. Ik bedoel, wereldreizigers... we zijn allebei al wel ver in de wereld geweest. Dus ik ben nog belangen niet overal geweest. Maar ik vind dat ik van mezelf toch al wel kan zeggen dat ik een wereldreiziger ben. En jij toch ook. Ja, maar langs de andere kant... In uw geval, jij bent al op 4 continenten geweest, hè, inclusief Oceaan, ik op 3. En dan in een aantal landen, maar zijn dan de wereldreiziger? Het is moeilijk, hè? Dat is een groot woord, een ingewikkeld woord voor iets. Wie is er een wereldreiziger, Johan? Wat denk jij daarvan? Dus... Ja, letterlijk is dat iemand die dat de wereld rondreist. Hè? Meer dan 80 dagen, misschien zelfs minder, hè, wie weet.
In de luchtbal dan nog? Dat kan zeker en vast, dat is een optie. Nou, wereldreiziger. Ik persoonlijk, als gastheer, zou ik jullie inderdaad wel durven bestempelen als wereldreiziger in mijn woordenboek. Ja. Dat is een compliment, hè? Dat wel. Dank u, ja. Dat wel. We gaan er zo nog verder op ingaan ook. Maar ik denk altijd voor mezelf, vind ik, van dat ik nog niet veel van de wereld heb gezien. Ik heb dat zoiets onlangs op zo'n wereldkaart gedaan, online, dat je zo kunt zien hoeveel procent van de wereld heb dat gezien. En dan bleek dat ik, denk ik, nog niet eens aan 20% kwam. Ja, en dan denk ik van, ik kom nog niet aan 20%, maar dan andere mensen vinden dan wel dat ik al veel in mijn leven heb gereisd. En dan denk ik van, ja, eigenlijk heb ik al wel veel gereisd. En allee, voor de leeftijd dat we zijn, 26 en 24, bedoel, mijn ouders hadden op die leeftijd nog niet naar zoveel plekken gereisd. Dus ik ben ook wel dankbaar voor de tijd waar we in leven, dat je op jonge leeftijd al naar zoveel plekken kunt gaan. Want de wereld is wel heel bereikbaar voor ons als jonge mensen. Nee, dus... dat is waar, exact. Dat gezegd zijnde, denken jullie, of hebben jullie daar enigszins bang van, om het zo te zeggen, dat... nu met heel de situatie, dat eens dat overgewaaid is, dat helemaal anders gaat zijn? Dat reizen zoals daarvoor niet meer gaat bestaan? Of toch nog wel? Maar ik denk dat wij in onze studie ook gezien hebben dat reizen en toerisme, dat evolueert continu. De manier van reizen verandert continu. En ik denk, het reizen gaat inderdaad niet meer hetzelfde zijn, maar dat gaat nog terugkomen en op een heel andere manier. En mensen gaan... allee, terug over heel de wereld zich gaan op avontuur gaan. En, ja, ik denk dat wel. Maar het ik wil niet negatief denken en denken van de mensen gaan meer in hun kot blijven en schrik hebben om te reizen. Ik denk dat niet. De manier van reizen gaat gewoon veranderen. Ja, maar ik denk ook wel dat er een bepaald segment van mensen gaan zijn die dan er toch voor gaan kiezen om bijvoorbeeld in een straal van zoveel kilometer rond het huis te reizen. Denk ik. Waarom? Omdat ik verwacht dat er na een hele problematische situatie hier, dat er een nieuw soort mens gaat staan, die ik zelf de homo hygienicus noem. Ja, en die een beetje zoals mensen die heel groen, heel ecologisch denken, die in die richting gaan denken. Dat kan heel gek klinken, dat kan zijn dat dat nooit gaat gebeuren, maar ik veronderstel wel dat er een bepaalde doelgroep van de markt... ik verwacht wel dat er een bepaalde doelgroep van de markt zich anders gaat gedragen, maar natuurlijk een heel groot deel gaat ook gewoon hetzelfde blijven. En om daar nog heel even op terug te komen voordat we dat afronden, een persoon, ik ga ook de naam noemen, een persoon zoals bijvoorbeeld Bart Lapers, dat is dan toch effectief ook een wereldreiziger. Heeft die dan in jullie gedachten of in jullie ogen, heeft hij dan het eigenlijk een beetje slim gespeeld van potverdekken, hè? Die heeft al zoveel landen gezien, dat is nu echt een wereldreiziger, of is dat gewoon iets, je geeft daar zelf een definitie aan. Ja, maar Bart Lapers is ook wel al wat ouder dan ons, en die had ook een andere financiële situatie. En... Maar ja, je moet ook kijken, hoe heeft hij zijn geld verdiend? Petrochemie, dat is ook niet gewoon milieu. Je kunt beginnen nadenken, hè, want dit is heel fascinerend dat we dat allemaal doen. Hè. Dus tuurlijk, ik vind dat een wereldreiziger, waarschijnlijk vind jij dat. Ik vind dat ook nog niet, dat ik volg hem op Instagram. Zeker, maar dat zijn inderdaad belangrijke dingen om in het achterhoofd te houden, hè, als we over zulke... dingen spreken, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Ik heb daarnet dat lijstje opgenoemd. Hè. Het palmarès of het parcours. Per definitie geeft er een eigen interpretatie aan. Wat mag daar voor jullie zelf nog bij opkomen? Hè? Ik weet, ik heb expres of met opzet een hoofdstukje overgeslagen. Daar gaan we zo meteen nog op terugkomen. Maar wat mag daar voor jullie nog bij opkomen? Nee, maar... Goh, ik moet even nadenken over die vraag. Wat mag er nog bij? Je hebt inderdaad al wel veel gezegd. Samen hospitality, ook het practicum gekozen. Misschien voor u, Australië. Ja, inderdaad. Ik was naar ons te samen aan het zien. We zijn vanaf 4 jaar samen, dus ik denk altijd in wij, niet meer ik. Nee, dat is niet waar. inderdaad, voordat ik hem leerde kennen en voordat ik zelf aan mijn opleiding toerisme begon, ben ik inderdaad een jaar in Australië geweest. En voor mezelf, inderdaad, ik denk als ik na mijn middelbare school meteen was gaan verder studeren, had ik denk ik een heel andere persoon geweest. En denk ik ook dat wij niet elkaar hadden leren kennen. En
dat jaar in Australië, ja, dat heeft mezelf echt... Ik heb mezelf daar tegengekomen als in van, ik ben veel zelfstandiger geworden en echt ingezien van, oké, er is een wereld buiten Europa. Want dat was de tweede keer dat ik in Australië kwam, maar wel de eerste keer dat ik een solo reis maakte. Dus de eerste keer was ik 2 weken daar met mijn papa geweest voor een belangrijke zwemwedstrijd. Dus ik kende Australië daar wel, maar ja, als je daar met je papa komt, dan zit je een beetje dan braaf bij de papa blijven. En nu was ik daar helemaal alleen en ik kon daar echt mijn eigen ding doen. En ik vind ook, we hebben daar ook al over gesproken, dat wij allebei ook nog dingen alleen willen doen, reizen alleen willen maken, alleen op avontuur gaan. En wij gunnen dat elkaar ook. Van, moest ik zeggen, van ik wil eens een maand naar daar en hij ziet dat niet zitten, dan zouden wij dat nog altijd doen, omdat ik vind... Hoe ouder dat je wordt, je moet nog altijd tijd voor jezelf en je moet dat je elkaar gunnen en tijd voor jezelf ook durven nemen. En zeggen van, ik vind een solo reis maken, dat is zo verrijkend, omdat je jezelf verplicht om nieuwe plekken te ontdekken en echt met mensen te praten. Want je merkt dat als je... In Uganda was dat eigenlijk niet zo, omdat de mensen zijn daar super sociaal. Maar ik merkte toen ik in Australië met een groepje begon te reizen, dat ik veel minder met de mensen klapte. En dan eens dat ik van dat groepje weg was, dat ik ineens mij zo openstelde om echt nieuwe mensen te leren kennen. Dat vind ik het leuk na een solo reis, dat je je echt openstelt voor zoveel... spontaniteit en ja durft zeggen tegen veel nieuwe meer. Nieuwe ideeën. Ja. En ik denk dat jij dat in die 3 maanden dat je alleen was in Uganda ook hebt ervaren. Ja, ik weet niet, je hebt dat al vernoemd, hè, die 3 maanden van mijn stage daar. Ja. Ik moet zeggen, uw lijst was eigenlijk heel compleet, maar ik zou toch graag daar iets wat dieper op willen ingaan. Op vlak van, dat is toch wel een belangrijk punt in mijn leven geweest. Omdat ik daar weer spiegel werd, niet alleen met mezelf, maar ook met een levenssituatie die totaal anders was dan dat ik had verwacht. Ik denk dat dat veilig is om te zeggen, ja, dat klopt, ja. Ja, of dat ik nog maar kon bedenken. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk het grootste cadeau uit heel mijn leven geweest. Dat besef ik nu. Waarom? Omdat die situatie, en misschien voor de kijkers even een verduidelijking, om het in 5, 6 zinnen te zeggen, ik woonde in Uganda in een houten huisje. Ik slachtte daar mijn eigen dieren. Daar was niks buiten keitoffe mensen en een keischone natuur. Was daar niks wat je kunt linken aan de westerse wereld. En daar zat ik dus voor 3 maanden. En dat lijkt lang, maar eigenlijk was het niet lang genoeg. Ik heb daar zoveel leren, alle dingen leren appreciëren. Met een plan leren trekken en leren omgaan met moeilijke situaties en problemen. En ik profiteer daar nu nog altijd van. Dus dat wil ik wel even benadrukken. Van die 3 maanden uit mijn leven waren echt prachtig. Alles daarna met Jana waren minstens even prachtig. Maar die 3 maanden, dat is echt iets heel speciaals voor mij ook. Levensbepalend, letterlijk. Ja, exact. Ja, dat vind ik heel mooi. Dus dan is het ook veilig om te zeggen dat wereldreizigersgehalte, opnieuw van daarvoor, dat ja, letterlijk tekenend is geweest, hè, voor jullie allebei uiteindelijk. Hè. Mm-hmm. Ja, exact. En als ik me goed herinner, Nico, je bent dan naar daar vertrokken, naar Oeganda, 3 maanden stage gedaan. Maar als ik me goed herinner, jij bent niet meer teruggekomen. Klopt, hè? Ik ben wel teruggekomen. Soms niet. Sorry, dat stond misschien niet in mijn boek, maar nee. Tju. Nee, maar ik heb geen boek, hè, voor alle duidelijkheid. Nog niet. Nog aan het schrijven. Nee, maar ik ben dus wel effectief teruggekomen. Maar ik ben eigenlijk teruggekomen om te vertrekken. Ja, laten we het zo zeggen. Ik ben teruggekomen om mij te komen halen, te zeggen van, baby, kom, we gaan terug. Want ik heb daar dat en dat en dat. En we gaan dat en dat en dat doen. En we gaan mee, of we gaan niet mee. Want ik heb Jana daar voor een ultimatum gezet. Oftewel gaan we mee naar Oeganda. Nee. Ik heb tegen de Ik wil terug naar Oeganda gaan, maar ik ga niet terug zonder u. Ja. Maar als ik nu nee had gezegd, die had wel zonder mij gegaan. Maar die wist goed genoeg dat als ze dat tegen mij ging zeggen, dat ik ging zeggen, ja, keileuk, kom, we doen dat. Dus, ja, nee, maar ik ben dus wel, ik denk dat ik eind juni of zo ben teruggekomen. Dat was in dezelfde periode dat jij bent teruggekomen van uw stage in Australië. En dan heb ik... Het is wel een grappig verhaal eigenlijk. Ik heb iemand leren kennen in Oeganda. Iemand dat zich ook in de omgeving bevond, waar ik me bevond. Een Europeaan.
genaamd Chris, dat was een goede vriend van ons. En aangezien dat de enige man was uit het westen, uit de omgeving, was hij ook echt een goede vriend van mij geworden. Dus na een tijd, elke avond, gingen wij samen barbecuen in de jungle en zotte leuke dingen doen. En Chris was daar, omdat hij daar een hotel was aan het bouwen, een lodge. Truck or Tweet, of zo. Hij dus uiteindelijk manager van zijn geworden. En hij zei van, ja, weet je, ik vind je echt een toffe kerel. En je studeert toerisme, recreatie, hotelmanagement. Zou je dan niet zien zitten voor hier misschien manager te worden? En ik was in de zevende hemel natuurlijk. Ik weet niet of je dat toen nog in een gesprek ooit eens tegen u gezegd, toen ik daar zat. Maar ja, natuurlijk, de bouw was bezig en zo. Dus, dat was allemaal nog onduidelijk. Weet je, Afrika is Afrika en alles duurt daar ook 10 keer zo lang. Dus ik nam dat wel serieus, maar ik wist ook van, ja, bon, dat gaat waarschijnlijk niks worden. Tot een bepaald punt dat ik in België zat, en dat ik opeens een mailtje krijg van iemand. Die zegt van, ja, ik heb je adresgegevens van Chris gekregen. En hij zegt dat jij een toffe gast waart. Zie je dan niet zitten om terug te komen en met mij hier een school uit te baten? De Rwenzori Tourism Academy. Ik zeg, een school uit baten? Ja, het is voor mensen toerisme op te leiden en zo, want toerisme komt hier een beetje op gang, komt hier tot leven. Maar de mensen hebben de skills niet, dus daar heb jij niet in zitten voor hier een beetje te komen opleiden. Ik zei, tuurlijk wou ik dat doen. Ja, inderdaad, exact dat gevoel. Ja. Maar ja, natuurlijk, Jana moest mee, want het zou een beetje egoïstisch zijn, moest ik gewoon gaan, zonder haar. Maar nee, het was ook, ze zeiden, we hebben een projectmanager nodig. En iemand met ervaring in hospitality, en dan zei jij, maar ik heb nog een veel beter voorstel. Wat als je nu 2 projectmanagers hebt voor de prijs van 1? Dus en dan heb ik mijn cv, mijn motivatiebrief ook doorgestuurd. En dan, dus hij is teruggekomen in juni. Ik herinner het mij nog goed, op 15 augustus hebben wij dat gesprek gehad. Via Skype met die mensen daar, met dan de vraag of dat wij dat zouden zien zitten. En dan gingen zij het ook nog bespreken. Een paar dagen later, na 15 augustus, kregen wij het antwoord van ja, wanneer kun je hier zijn in Oeganda? En hij was al, ja, eind augustus kunnen wij daar zijn. En ik zei, wow, dat is 2 weken. Hè. Ik zeg, we moeten wij hier nog wel alles op orde stellen. En ik moet dat ook nog tegen mijn ouders zeggen. Niet dus, onbelangrijk. Dus uiteindelijk zijn we op 16 september vertrokken. Dus een maand later zijn we vertrokken. In die maand hebben wij mijn kot opgezegd, alles in dozen gestoken. Alles beginnen voorbereiden, visum, aanvraag voor Uganda, dat was ook een heel gedoe. Ja. En gewoon de reactie van mijn ouders ook, zo van, ja, je weet toch dat ik zoal met Nico een beetje bezig was, dat we misschien terug naar Uganda zouden gaan? Ah, wel ja, dat gaat wel gebeuren. Maar ik had al een paar keer laten vallen aan mijn ouders, maar mijn papa dacht, nee, dat gaat niks worden. Van, ja, de Nico is aan het dromen. En dan kom ik ineens thuis. Pas daar mij op, ik droom. En dan zegt mijn papa ook, ja, voor hoe lang gaat het dan naar Uganda? Ik zeg, ja, dat kan voor een jaar zijn, misschien langer. Het is onbepaald. En mijn papa, tof, ja, oké. Dus ik zeg van, dat is niet gelijk Australië, dat ik voor een jaar ga en dan terugkom van, deze was echt van, deze kan wel eens voor langer zijn. En dat is het ook geworden. Hè. Na een jaar belde ik naar huis. Ik zeg, ik heb goed en slecht nieuws. Ik zeg, één, het goede nieuws is, we hebben de job van hotelmanager. Dat was dan na de Rwenzori Tourism Academy. Na een jaar lesgeven kregen we dan de job bij het hotel. En ik zeg, het slechte nieuws is dan dat ik hier nog waarschijnlijk nog een jaar of 2 ga blijven. Dat was eigenlijk niet. Dat was wel het plan, ja. Om daar 2 jaar langer... In totaal gingen we 3 jaar in Uganda blijven. Dat was het plan. Of misschien zelfs langer. Wie weet. Maar ik moet wel er ook bij zeggen, want dat stond ook niet in mijn boek, dat die 2 maanden dat ik dan wel in België zat, dat voor mij wel echt een hel was, zo'n beetje. Dat echt een afkick. Ja. Een afkick van een mooi leven. En ik denk dat je dat gevoel herkent, Jordi. Zie je dat in je gezicht? Absoluut, ja. Voilà, en dan hebben van die mensen die zeggen van, dat gaat wel over, maar dat gaat niet over. Allee, dus daarmee dat ik gewoon dacht van, ik moet terug. Het ideale scenario heeft plaatsgevonden. Ik ben teruggegaan met mijn vriendin. Ja. Dus eigenlijk beter kon het niet. Maar ik moet eerlijk zeggen, we zijn nu ook terug in België en ik zit eigenlijk nog steeds met dat gevoel. Dus ik zou graag willen teruggaan gewoon, om terug iets te maken te hebben met internationaal zijn. En zou ik je aanschrijven. Pak je biezen en we zijn weg, hè. Ja, pak je biezen. Ja. Exact. Ja, en het is nu al even geleden dat ik die vraag heb gesteld, maar dat toen dat je terugkwam van je stage, hè, die 2 weken, mm-hmm. Klopt dan hè, dat je, Jana, je waart eigenlijk nog aan het studeren, hè, dat klopt, hè?
Als ik dat juist heb, want ik kan hier een bal volledig misslaan, dat kan, hè. Ja, ja, ja. Is dat voor u iets geweest van, direct, ik ben er weg, bij wijze van spreken? Ik was al langer, ik had daar al veel gesprekken met hem over gehad, dat ik het eigenlijk niet meer zag zitten om nog echt volledig mijn studie uit te doen en mijn bachelor te halen. En omdat ik ook beetje bij beetje begon te denken van, wat gaat mijn bachelor waard zijn? En ook gewoon omdat ik dacht van, hij wou zo graag naar Oeganda gaan en ik wou hem dat ook gunnen. Maar ik dacht ook van, ik dacht van, ja, als ze mij, ik zeg van, ik ga mijn cv, mijn motivatiebrief doorsturen. En als ze mij accepteren zonder dat ik mijn bachelor heb gehaald, want dat had ik dan ook vermeld, van ik heb wel mijn bachelor nog niet. Ik zeg, als ze mij daar toch willen, dan dacht ik van, waarom zou ik dan nog... Ik zeg van, als ik iets in de praktijk kan gaan doen en echt iets kan betekenen in Oeganda, in plaats van hier nog een jaar achter mijn boeken te zitten, dan dacht ik van, ja... Dus, en nu heb ik het er ook met mijn ouders al over gehad, nu dat we terug in België zijn, van, ah ja, gaan we misschien nu een bachelor in toerisme nog halen? En dan heb ik gezegd van, nee, van, ik ben nu met andere dingen bezig en... We zijn nu wel allebei een thuisstudie aan het doen. En ik voel ook gewoon van dat die bachelor, dat ik persoonlijk dat niet, ik vind dat ik dat niet nodig heb. Ik kan er een anekdote of een vergelijking bij geven. Hè. Heel graag. Voor de Christopher Nolan fans onder ons. In Inception, dus die film met Leonardo DiCaprio over tijd en zo, en dromen. Is er een scène aan het einde van de film waarbij de Leonardo DiCaprio teruggaat naar Limbo voor Mr. Saito, die is Chinees, te gaan halen voor hem terug te halen. Van, I come back for you to take a leap of faith. Yes, come back with me. Zo voelde dat voor mij. Ik kwam haar precies halen. Zo van, kom, we gaan op avontuur. En dat is alleen maar een zaadje dat naar een bloem is gegroeid, vind ik. Dus. Ja, en ik vind ook... Ik kijk daar ook niet op terug van dat ik een fout heb gemaakt. Of zo, hè. Van, ik heb totaal geen spijt dat ik mijn studie heb opgezegd. Ik bedoel, ik heb daar ook een gesprek met mijn ouders over gehad. Hè, van wat vinden jullie ervan dat ik stop met mijn studie om mee te gaan naar Oeganda? En dan zei mijn papa ook van, kijk, wij zien het ook liever anders, maar wij steunen ook wel als jij de drang voelt om mee naar daar te gaan en daar iets te betekenen, dan steunen wij je daar ook in. Hè. En mijn mama, juist hetzelfde, mijn mama had er ook, ik denk, mijn mama was daar iets emotioneler in, want die wou gewoon niet dat ik naar Oeganda ging, of dat ik nu verder studeerde of niet, maar ik heb daar absoluut geen spijt van. En dat is eigenlijk, dat heeft mij ook nog geen parten gespeeld, want toen wij dan terugkwamen naar België en ik ging solliciteren in het hotel hier aan het Centraal Station, in Lindner Hotel, dan heb ik dat ook gezegd van, ik heb mijn bachelor niet gehaald en dat heeft geen rol gespeeld, omdat ze zagen dat ik al ook genoeg werkervaring had voor in een hotel te kunnen meedraaien. Dus ik denk ook gewoon dat werkervaring tegenwoordig ook al wel belangrijk is op de cv, ja, in plaats van een diploma. Ik denk zelfs in zekere mate belangrijker. Ja. Ja, want het staat er ook vaak op, hè. Zoveel mensen, zoveel jaar ervaring nodig. Maar ja, hoe kun je nu ervaring opdoen, hè, als je geen... Dat is juist. Snap je, dat is een vicieuze cirkel, hè. Dat is juist. Instappositie. Junior instappositie, 7 jaar ervaring. Ja, ja, voilà, daar hebben we het. Is, ja, absoluut. We gaan dat bijna afronden, hè, want dat is eigenlijk nog linkend aan mijn vorige vraag van palmarès en parcours. Maar om daar toch nog een klein beetje op terug te blikken. Nico, klopt als ik zeg Oeganda of heel Afrika uiteindelijk, heeft voor u een heel speciaal betekenis. Ja. Want familie van u is daar ook nog geweest. Klopt, hè? Was het de grootvader? Als ik ja, het was de grootvader samen met de grootmoeder. Ja, voilà. En vertel eens een klein beetje. Hebben die daar toen ook iets opgericht? Of is dat een beetje een donkere kant ook? Mijn grootste passie is inderdaad Afrika. Hè. En met name de Congo, dus de Democratische Republiek Congo. Waarom? Voor 3 redenen, zou ik zeggen. 1. Natuurhistorisch gezien en cultuurhistorisch vind ik Congo het speciaalste land ter wereld. Dus op vlak van dieren dat daar zitten, op vlak van mensen dat daar zijn, landschappen, bergtes, rivieren, alles vind ik dat het speciaalste land ter wereld. Ten tweede is dat iets heel, heel speciaal voor mij, omdat mijn grootouders inderdaad daar vroeger wat werk hebben verricht, in de goede zin van het woord. Dus ik denk dat heel veel mensen nu gaan denken van kolonie, niet en dat, maar ze zijn ook heel veel... Mogen we daar niet op liegen, hè? Dat wordt daar direct aan gelinkt. Het is zo, ze werkten daar in de kolonie,
Maar natuurlijk, ik ga er ook in verliezen dat er heel veel misconcepties over zijn. Hè. Dus er zijn heel veel slechte dingen gebeurd, maar in de latere jaren, de jaren vlak voor de onafhankelijkheid van Congo, was dat eigenlijk eerder een beetje begeleiding. Wat ik nog altijd niet goedkeur, maar het is niet dat daar onmenselijke dingen zijn gebeurd. Dus dat vind ik wel even belangrijk om te nadrukken. Dus omdat mijn grootouders zijn geweest, heel belangrijk. En ten derde, tja, ik weet dat niet, ik voel gewoon iets in mijn hart dat mij naar Congo trekt. Iets in mijn hart dat mij naar Sub-Sahara-Afrika trekt. Dus dat is inderdaad iets heel, heel speciaal bij mij. Alle boeken die ik lees, alles wat ik verzamel bijvoorbeeld, alle documentaires die ik kijk, de beste films, dat gaat voor mij allemaal, heeft allemaal iets te maken met Afrika. Dus ik weet niet goed van waar dat komt, maar ik durf wel echt te zeggen van dat dat mijn grootste passie is. Dat heeft dan ook een klein beetje weg van papa Johan, als ik het juist heb. Ja, ja, een zeker, beetje van zeker. Verzamelingen en zo, de oude munten en dergelijke. Ja, dat doe ik. Dus inderdaad, mijn vader die verzamelt van alles, voornamelijk munten. Maar ook eigenlijk alles wat ooit gebruikt werd als geld. Dus ruilmiddelen ook. En ruilmiddelen, dat kan bijvoorbeeld zout zijn. Maar ook bepaalde stukken koper die dan bepaalde waarde hebben voor een bepaalde stam. Ik denk aan een Katanga-kruis bijvoorbeeld. Dat is een koperen kruis dat in de provincie Katanga werd gebruikt door een aantal stammen voor echt effectief mee te betalen. Dus wij kennen geld als een briefje en een munt. Maar vroeger bestond dat dus als andere dingen. Fantastisch. En daar kunnen we zo lang op verder blijven doorgaan. Hè. Niet alleen op natuurhistorische aspect, maar ook gewoon over jullie avontuur natuurlijk. Ja, dat klopt. We gaan dat dan. We hebben het er eerder ook al aangehaald. De Democratische Republiek Congo, dat heeft een geschiedenis met België. Hè. Hoe kijken ze daar in Oeganda naar terug? Of is dat daar nog niet echt bekend in het volksgeheugen? Of? Dat vind ik een toffe vraag. Sowieso, zoals daarnet al gezegd is geweest, mijn grootouders hebben in Congo gezeten. En ik weet dat daar een rare klik aan zit als je dat hoort. En dat is ook zo. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat als we over iets gaan praten, dat we dan ook effectief begrijpen over wat we praten. En dat geldt zowel in België als in Oeganda. Dus er zijn heel veel slechte dingen gebeurd, maar ook heel veel goede dingen. En dat is zoals bij alles zo. Sommige periodes waren er meer slechte dan goede dingen. Maar in sommige Afrikaanse landen ligt de geschiedenis nog altijd heel gevoelig. Net zoals in België. Ja. Vaak komt dat doordat de mensen alleen de slechte dingen weten. En ik neem dat echt niet kwalijk, hè, want er zijn heel veel slechte dingen gebeurd, ook in Oeganda. In elk land dat gekoloniseerd is geweest, zijn mensen mishandeld. Was er slavendrijvers en al dat gedoe. Maar, langs de andere kant, vind ik het ook wel heel belangrijk dat mensen het volledige verhaal kennen. En bijvoorbeeld, toevallig, hier ligt een boek over de kolonie in België. Dat is een boek uit de jaren 50. En daar staat eigenlijk de visie van België over Belgisch Congo helemaal in uitgeschreven. En ik lees dat boek voor dat te kunnen begrijpen. Ja. Voor moesten mensen daar eens vragen over hebben, hier of in Afrika, dat ik daar wel een duidelijk, eerlijk, waar antwoord op kan geven. Mm-hmm. In Oeganda was dat niet altijd even makkelijk. Hè? Want die mensen die wisten eigenlijk alleen maar dat de Engelsman daar de kolonisator was. Ja. En dat daar eigenlijk vaak slechte dingen waren gebeurd. Maar langs een andere kant, en dat kan misschien raar klinken voor sommige kijkers en gevoelig klinken voor sommige kijkers, waren er ook wel echt een aantal Oegandezen die zeiden van, ja, kijk, die Engelsen die zaten hier, net zoals de Belgen in Belgisch Congo zaten, maar er was wel structuur, bijvoorbeeld. Wat er nu minder is. Ja. Hè? Minder vrijheid, want nu is er veel meer vrijheid en minder structuur. Dus alles heeft een voor- en nadeel. Dus het is wel belangrijk om daar zo wat binnen te gaan, dat mensen hun eigen geschiedenis begrijpen. En misschien het laatste dat ik daarover wil zeggen, er zijn veel delen van onze geschiedenis dat wij ook niet begrijpen. Hè? Ik bedoel, we zijn bezet geweest door de Spanjaarden. Wie kan daar nu een half uur over vertellen? Ja. Ik ken niet veel mensen. Ah, ja. Klopt, ja, absoluut. Ik volg je volledig. Ja, voilà, dat is een beetje wat ik wou zeggen. Hè. Ja, nee, dat is goed. Dat was, vind ik toch een belangrijk detail. Ja, detail is dat niet, een belangrijk aspect van ja, dat heel die geschiedenis, om dat toch aan te halen natuurlijk. En ik ben blij dat jullie er allebei wilt op ingaan, uiteraard. Goed, gaan we over naar het volgende. Stel ik eens aan.
So to jump to the next question, we're going to do it in English because obviously there's going to be a couple of English speaking viewers and listeners, name it what you want. Do you guys currently have a plan that's already in motion or not yet in motion? Or are you still trying to like push life's buttons? Or is there no such thing at all? Are you still thinking of a plan, maybe? Shall I start? Yeah. First of all, Yoni, I'm astonished by your Scottish accent. I love it. It reminds me, wherever I go, the Highlands of Scotland, wherever you love. Is that a good impression or? It'll do. No, but for the moment, I don't think we really have a plan, right? We talk a lot, so due to the situation that we are in now, not being able to travel, we go on a lot of walks in Antwerp City, and it's just during those walks that we have conversations. We improvise, yeah. Yeah, we improvise. We're like, oh, wouldn't it be nice to go there or to do this? Or and we are dreaming a lot now, and I know that some of these things will come to like an actual plan. That we say like, okay, now we're going to do this. But I think we're just in a stage of our life now that we just are happy to be in Antwerp, to be near family and friends, even though we can't see them as often because stay at home orders. And so, but it's just, we are enjoying our time now, but of course we're dreaming of traveling again, like when it's possible, like, oh, our next destination should go, we should go to this place or to this. And but I think the ultimate plan is to do something abroad again, be it in hotel management or any other like sector industry. But yeah, I think the beach bar. I've always thought of opening some beach bar somewhere in the Caribbean, but I'm kind of redoubting that plan at the moment. Because there is so much to see, so much to do. So I think our main goal should be to first discover a bit more and try to figure out where we belong in this world. So, Yeah, that's what I'm always saying. Like I want to live abroad again, but also travel more and then to see where we feel like we belong. Like yes. This is our spot. Like I don't know, we haven't truly found that place yet. Like we love the place that we are in now. But it's like, we are not the kind of people to buy a house and live in that house for 20 years. So I know that one day, when the day is there, we will pack our bags again and go backpacking Asia, South America, Alaska, North America, whatever. So, as is the case for a lot of people, I would imagine. Mm-hmm. So, yeah. And I'm quite curious myself, actually. Uganda, is that chapter in your life, is that done, like completely over, or is there still like a possibility you go back or not at all? To answer the question about if the chapter is done, absolutely not. Cliffhanger. Yeah, so no, but if like I think in that opinion, like we have a different opinion on that. Yes, because, we like, do have a different if indeed life is a book, the chapter of Uganda, like being hotel managers for the lodge that we were working for, that chapter is done. And like, I would love to go back to Uganda, but do something different. And I wouldn't reapply to do the same job again. And I don't know if I want to be a hotel manager in Uganda again. Like, I know there's other opportunities there as well, like in teaching what we did the first year, or for me personally in a doing the swimming lessons, and for him also, like you would like to do something with more like tour operating and So we do have a different opinion on that subject, I think, but that's mainly because I'm just so in love with the country. I want to see the rest of the world, but Uganda is always going to be my heart. Yeah. But same for me. Same for you, but like I seriously considered quitting my job and just going to Uganda again. See where I get. And I don't think that's something you would do in Uganda again. No, but we still have friends there, so I would love to go back to visit those friends. But work-wise,
I'm thinking, like, if he really wants to go and work there again, like, I would find a way as well. I would also work there. But I feel the world is so big. So I feel like there's other work opportunities in other countries as well that we might want to explore instead of going back to a country that we already worked at. And we know what the application was for the work visa. Yeah, I don't know if I want to go through that whole immigration system again. So the country is a mess, but it's beautiful. It's very beautiful. Yeah. Yeah. Well, it's nothing to be ashamed of, I think, wanting to go back. So No, but it's, for me at least, it's a serious feeling for me. And I think about it every day. So every day I'm looking for ways to get back involved in the Ugandan tourism sector. I never want to leave her, don't get me wrong, but I want to find a way to combine my love for Jana and my love for Uganda, because I feel like if I spend too much attention to Uganda, I'm cheating on Jana, and if I spend too much attention on Jana, I'm cheating on Uganda. So I'm like in an open relationship with Jana and Uganda. So I love it. Jana loves it a little less, but well. No, but I'm fine with, not with the sharing part, but I that's the thing. Like I'm not holding him back if he wants to go back. Like we had a friend. We have a friend that does the mountain biking trips in Uganda, and he's been in some conversations with him, and maybe he can join and doing also some guiding, and maybe instead of the biking part, he can do a hiking part. Mm-hmm. So I feel there's possibilities for him. But if I'm not that motivated to join that, I don't want to feel pushed in that. And he's not pushing me into that direction. So he says, like, if I go back, if it's only for like a month or for 2 months to do some guiding, and it's possible to do just short term. Yeah. He already went on his 3 months internship, and we survived that as well. Like, I feel like our relationship is strong enough to get through those things together if we have to spend some time apart. Together but apart. Yeah, and now in this day and age, you're never apart. You can always text on WhatsApp and call. Mm-hmm. And I feel like everyone is so nearby all the time, even though you're so far away. You know, every time the doorbell rings here in our apartment in Antwerp, I'm still hoping that it would be Gandalf saying, I'm looking for someone to share in, finish the sentence, Yoni, an adventure. You know, and I just feel that like the competences and the knowledge we have about Uganda, I mean, it's so broad, we have to use it, because I don't think there are many Belgians with the same knowledge and of the tourism industry and Uganda in general, apart from us, so. It's also nice to see how lots of our friends and family know so much about Uganda now because of us. Yeah. Because before we went there, nobody knew anything about Uganda. And when my dad and my stepmom and my sister came, they were so surprised that, like, they didn't expect that Uganda was very green and that you could do the safaris. And they didn't know all these things about Uganda. So Uganda is so, like, unknown. Mm-hmm. By so many people, that it's also nice that more people being interested in going to Uganda now. Maybe that's the beautiful thing about it. Mm-hmm. Because I don't think you, maybe you know, Yoni, but I don't think many of your viewers will know, but Uganda is actually the country in Africa to go to if you want to have like a combination of everything. You can go on a safari, go on a jungle hike, go into the mountains, the Nile, which is the longest river of Africa, as you might know. There are swamps, there is like gorillas. It's a very unique country. So I can only promote it to go and visit it. And the slogan that the Tourism Board of Uganda uses is, Uganda is the pearl of Africa. And it is the pearl of Africa. And not many people know that. And it's just interesting to see people that come there, tourists from all over the world, that they said, like, oh, we didn't know what to expect. And I think that's the nice thing about Uganda, that you don't know what to expect and you get so overwhelmed by everything, and mm-hmm. Yeah, that's why we were sticking around for such a long time, because we couldn't get enough of it. Yeah, because whenever you ask someone, like, hey, what do you think Uganda looks like, they're like, oh, it must be dry, must be like a desert or something.
maybe Mediterranean, I don't know. Dry savanna, but, yeah. Yeah, but actually it's like one of the most, like one of the wettest countries in Africa, with the most lightning and jungles and monkeys and apes and everything. So it's a paradise, yeah. Good to hear, beautiful. So basically only time will tell what's next in store. Yeah. True. Beautiful. Exactly. Just taking life as it is, like whatever life throws at us, that's how we're taking it right now. So, and opportunities will come. Absolutely. No doubt about it. No doubt about it. I'm going to jump into the next question. And as they say so beautifully in Flemish, kan een beetje van den hek op den tak springen. Jawel, jawel. What are your guilty pleasures? It can be anything. Literally anything. Ooh. Cat videos on YouTube. Art. Yeah. Wow. Didn't expect that question. You got us there. Let me think about the guilty pleasures. It's funny, like my guilty pleasure, especially now us living in this apartment, is like how I want to decorate and make this apartment really feel like our home, even though we're always talking about leaving Belgium again. And then I'm putting all this effort in the like, oh, gotta buy a new plant and like hang a picture frame here. And so like getting all these nice things. It's also because we spend so much time at home. So my guilty pleasure at the moment is really like making our apartment feel like a home. And I know he doesn't care that much, but if I put something new down, he's like, oh, that's really nice. So he appreciates it as well. But and my second guilty pleasure is Belgian food, coffee cooker. Pistoles. You can ask him how many times in Uganda that I was like having a mental breakdown and saying like, I want my coffee cooker and my pistole. and I appreciate that. That's a thing also that I appreciate about being back in Belgium, like going to the bakery and get your nice bread and coffee cooker. And very true. Just I remember explaining to people in Uganda, like, not only Ugandans, but also people from the Netherlands, what coffee cooken are. Even people from the Netherlands, they don't know what a coffee cook is. Rozijnenkoek. Yeah, that's the only one they know, but we have a variety of over 50 different coffee cooks in the bakeries in Belgium. So. Yeah, but they thought a coffee cook was really like a small cookie that you eat with your drink with your coffee. And I was like, no, a coffee cook is something else. And it's just... I really love sweets, like the sweet things from the bakery. Mm. Mm. You know, one of my guilty pleasures is it's actually a weird habit. So when me and Jana are watching television or something, sometimes I just say to her, you know what, I'm going on an adventure on Friday. And I would go and start packing my bag because I really like the idea of like going on an adventure all of a sudden, like with no it's just like specific intentions. Stands at the door and he's like, bye Sipa, bye baby, I'm going now. Like, what? It's that time again. Okay, bye. Yeah, so that's yeah. Maybe one of my guilty pleasures, because I like the feeling of like just doing something crazy. Yeah. And then another thing, like I'm probably every day I'm surfing on Google on a site called Autoscout24. And I don't know if they have it in the UK or in the US, but it's basically a website where you can buy secondhand cars. Probably 1 hour a day I'm just looking for a nice Aston Martin or a Ferrari. Well, I was going to ask, is it like a one car in specific? Or? Yeah, because I always dream of owning one of those cars, maybe at some point in my life. I think that's your biggest pleasure, cars. Material-wise, like, don't get him started about cars, because... Yeah, it's just something important to me. If I would have the money, I would buy a very nice car.
Dan ja. Oh, that's good. That's what I wanted. A guilty pleasure. So, we got it. Move on to the next thing. Ik heb vooraf gezegd dat ik een klein beetje dieper ging delven. Heb ik dat gezegd tegen jullie? Ik weet het zelf al niet meer. Heb ik dat gezegd? Swat, doet er niet toe. Ik ga een beetje dieper delven in jullie leven. Mm-hmm. Maar we gaan dat doen aan de hand van een paar herinneringen. Meer bepaald een paar foto's. En ik heb eerlijk gezegd niet lang moeten zoeken naar goede foto's. Maar wel naar degene die dat ik zou willen gebruiken. Ik denk al dat ik weet dat er gaat tussen. Want ze zijn echt allemaal even prachtig. Dat is niet gelogen, dat is niet geforceerd. Ik meen het echt waar. We gaan dat dus doen. Zoals ik zei, aan de hand van foto's. Foto's van mij en Jana, of ook waar jij mee op staat? Dat ga ik niet zeggen, ze. Dat is dus ja. Ja. Ik ben benieuwd. Yes. Hopsa. Vertel, dat is volgens mij nog helemaal aan het beginnen van het brillenavontuur. Ja, ja, ik weet echt, die foto is overdag getrokken en ik heb de moeite gedaan om die kaarsjes aan te steken. Ik denk, want dat moet er toch gezellig uitzien op die foto. Ja. Geweldig. En die kaarsjes staan dus in bier. En dat was een van de eerste dagen. We hadden al wat serieus wat bier verzet. Ook. Nee, maar dat is dus de foto. De lokale bier. In ons eerste appartement in Oeganda. Ik denk zelfs in de eerste week getrokken daar. Eerste week. Dat is nog voor de treetops. Ja. Deze was echt het prille begin dat wij aan Tourism Academy begonnen. September 2018. En we waren net een week in Oeganda. En we dachten, we gaan eens aan thuis rond laten weten dat hier allemaal goed is. En we waren zo ook wat geïnstalleerd in ons appartement. Dus we dachten van... We zullen eens een foto pakken. Ja. We steken een kieskanaal. Dat grappige is grappig ook. Maar ik dacht van, dat ziet dat er wel gezellig uit op die foto. Maar ook al is het op de achtergrond volledig... volle dag licht. En ik had die... S'avonds een kaarsje aan steken. Ja. Als je had geweten hoeveel keer dat ze die kaars zijn verzet van plaats. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee, maar we hebben die foto getrokken in dat appartement. Dat was onze eerste week. Maar ik denk 2 weken daarna of zo, zijn we dan verhuisd naar een groter appartement. Want dat eerste appartement... Nee, niet per se. Maar dat was dat appartement. We waren daar eigenlijk in geïnstalleerd. Maar voor mij twee... En wij moesten ook veel van thuis uit werken, die eerste weken. Dan moesten wij zo alle voorbereidingen doen voor die lessen dat we daar dan gingen geven. Allemaal lessen uitschrijven, presentaties maken. Dus we waren veel in ons appartement en we hadden echt een mini tafeltje om aan te zitten. Dus, en dat was echt gewoon keuken met daar aansluitend de salon. En dan klein badkamertje en de slaapkamer. En dat was het. Dus dat was heel weinig plaats voor met twee dan van daaruit ook te werken. Dus we hadden dan aan die huisbazin gevraagd van is er niet een groter appartement vrij? Ja, die vertrekt binnen zoveel dagen, dus dan kunnen jullie in dat appartement. Dus en dan hebben we dat gedaan en dan hadden we ineens echt... Een supergroot appartement. Maar we betaalden ook voor dat appartement. Dat eerste waar wij in woonden, betaalden we al niks. En, alleen niet veel. En dan de andere waar we dan ingingen, moesten we €50 meer betalen. Dus ik denk, wat betaalden wij daar van huur per maand? €300 omgerekend. Ja, en misschien even voor duidelijk te maken. Het is niet de gewoonte dat je in Oeganda op een appartement gaat wonen. Normaal zijn dat huizen en zo. Maar omdat dat onze eerste periode was daar, vond ik het persoonlijk belangrijk voor haar. En ook voor haar familie om ergens veilig te zitten. Dus dat was eigenlijk een soort van complex ommuurd met een security guard en zo. Dus, ja. Dat was wel, echt op zijn Afrikaans, maar veilig. Dat is zo. Ja. Het was logisch. Er was het internet werkte daar, en er was een wasmachine. En dus de poort werd beveiligd door een guard. Dus je moest echt aankloppen en die deed aan de poort voor je open. Dus je wist ook gewoon dat daar s'nachts niet iemand ineens aan je deur ging staan. Omdat een of andere vieze zot. Ja. Ja, man. Ja. Goed. Dan over naar het volgende foto ook, hè. Ik ben curieus. Oh my. Jongens. Dat was een Barcelona Express op de eerste stop. Ah ja, dat is echt inderdaad een kei vreemde foto. Was dat Nancy? Nee. Dat was toch ergens in Francia, dat weet ik nog.
Ja, dat was echt net over de grens. Dat was een eerste stop op de Barcelona Express. En dat was... er werd daar een feestje gedaan. In die bunker. Dus dat is eigenlijk een complex zo voor recreatiedoeleinden. En Route du Soleil huurt dat dan volledig af voor daar dan een geweldig feestje te geven. Maar dus voordat dan de zon onder is, kun je dus ook een zipline doen. Hè? Een zipline gedaan. Dus, en dat was de eerste dag van de Barcelona Express. En we waren als tweede aangekomen ook, of zoiets, denk ik. Hè. We waren top 3 aangekomen. We waren keigoed, hè. Ja, dus de eerste dag was echt al goed verlopen. En dus wel rustig ons tentje opgezet, ons al wat gedoucht. En dan de zipline gaan doen, kei plezant. En ja, Barcelona Express, goede tijd. Goede herinneringen aan. Niet gewonnen, maar... De mensen dat hebben gewonnen, zijn ons wel komen bezoeken in Oeganda. In Oeganda. Op hun wereldreis. Ja, want de prijs was een wereldreis. Die is even bij ons gepasseerd. Die ons blijven slapen. In het hotel, echt waar. En dan, fantastisch, toch? Ik was nog altijd even jaloers. Allee, come on. Fantastisch. De cirkel is rond, zeg ik dan. De cirkel is rond. Ja. Alsjeblieft. Ik heb hem ook gestuurd via Zoom, hè, als je nog eens... Ja, ik heb het gezien. Kijk, maar ik neem aan dat jullie hem zelf ook hebben. Ah, je hebt hem aan onze dingen ja, dus nee, schuld. Heb jij met een computer gehackt of zo? Kom je aan het nee. We gaan nog eens een foto kunnen doen. Hè. Oh, ja, oh, dat is echt... Voda. Nee, dat is wel echt... een pareltje, hè. Dat is echt mijn liefde. De motto, hè. Ah. Nee, dat is, ik had daar een motto, hè. Dat is... De dag dat hem dat gekocht heeft. Echt een klein kind dat naar de speelgoedwinkel is geweest. Ja, in Oeganda is toch wat de gewoonte... Ik denk dat je in India en zo en in die andere landen ook wel hebt dat alles... op de brommer gebeurt. Waarom? Dat is het goedkoopste vervoersmiddel, dat verbruikt het minste en dat is echt ongelooflijk. Dat zijn werkpaarden, Joni. Ja. Ik heb daar letterlijk mensen gezien die motto's vastmaakten op hun motto om zo rond te gaan door dingen te vervoeren. Snap je? Dat is ongelooflijk. Alle van motto's tot geiten, tot frigo's ja, en zo. Of torenhoge dozen eieren. Eieren, ja. Alles gewoon. Maar bon, ik had dat dus gekocht. Ik kom puur voor vervoeren, niet voor... dingen te transporteren. Dus echt persoonlijk voor mij, van punt A naar punt B te krijgen. Ik had daar geen rijbewijs voor. Ik heb daar altijd geen rijbewijs voor, maar ik heb daar wel lang, echt heel lang op rondgereden. En die foto is ergens in de... In de heuvels van... Ja. Sorry, was dat? Ja. Ik zei tegen u, ik weet het gewoon plekje om naartoe te rijden voor zonsondergang. En dan zei ik van, weet je, op een dag gaan wij die motto niet meer hebben. En dan moeten we daar toch ook wel een goede herinnering aan hebben van jij met je motto. En dan weet maar, ik dat ook foto's van hem alleen heeft getrokken op zijn motto. Ik reed daar overal naartoe, hè? Ook met u. Hè? Wij reden tussen de olifanten en zo. Ja. Leeuwen, olifanten, alles. Door Queen Elizabeth. En in Queen Elizabeth is er een stukje dat asfalt is waar je geen permit voor nodig hebt. Maar je hebt ook kans dat je daar wilde dieren ziet. Dus veel buffels en zo dat je dan ziet. En ineens zien we een olifant. En hij zo... Zou ik volledig stoppen met de motor afzetten? Ik zeg, nee. Gewoon rustig afremmen. Rustig afremmen en gewoon rustig er voorbij rijden. Dus, maar ik was aan het stressen en ik dacht echt, maar niet stoppen, want je weet nooit, er zijn wilde dieren nodig. Weet je wat ook echt geniaal is? Ons hotel, dat was in het midden van de jungle. En om daar te geraken, moest je dus echt een hele weg, een supermooie weg, door de jungle rijden om bij ons te geraken. Maar dat zat vol met apen en voornamelijk bavianen. Die komen dus op de weg zitten... Waarom voor die warme aarde en een warme grond en mensen die daar wel eens een banaan droppen. Die komen echt speciaal daarvoor, dan met honderden, dat is niet geloven, daar zitten. En ik had dus het geniale idee, door dus van achter op mijn motor een tof bananen vast te binden en dan daardoor te rijden, waardoor al die apen zot worden en gewoon dat er echt, ja, een pak tientallen apen gewoon achter rond kosten zijn. En jij was daar niet bij, denk ik. Nee, ik was daar zeker niet bij. Maar dat was geniaal. Ik kocht die bananen en ik bind die al op mijn motto. Dat was in Isunga, waar is die bananen verkoop. En die mensen kijken al van, ja, wat zeg jij aan het doen? En ik probeer dat ze een beetje uit te leggen, maar die begrijpen dat niet. Want die vinden dat ongedierte. Dus ik zei altijd tegen die mensen van, I'm gonna lure all the monkeys to me. Hè? En dan reed ik dus 30 per uur. En als ik die apen zag, 20. En dan heel traag, totdat hij hun aandacht had. En dan liepen die echt, maar echt kwaad, hè, achter mij gewoon. En ik heb altijd gehoopt
dat iemand achter mij dat filmde en terug stopte, maar dat is nooit gebeurd. Dus dat zit enkel in mijn geheugen. Ja, maar die motto, echt goede herinneringen aan, lange afstanden mee gereden, dat wij daar echt drie, dat jij aan het rijden was en dat ik daar 3 uur van achterop zat. Dus, ja, maar echt wel goede tijden. En jij hebt hem uiteindelijk ook verkocht aan collega Paul. Een goede vriend en collega. Dus, en die gaat daar nu zijn kinderen mee van school en zo halen. Dus, allee, die mens is, we zijn ook blij dat we die mens daar een plezier mee hebben kunnen doen, dat hij nu zijn kinderen kan gaan halen van school en zo. Met motto. Fantastisch. Vind ik prachtig. En die foto op zich, voor mij ook, dat is echt... Toen jullie mij dat initieel vertelden, van ja, we gaan allebei naar Oeganda, toen had ik zo dat beeld in mijn kop. En dat is effectief gewoon de foto, die foto, die spreekt dat uit. Ja. Hey, en dan moet je weten, die foto is getrokken door een meisje dat nog nooit een gsm naar Polen heeft gehad. Hè? Dus nu, deze was een statief. Daarna was er een kindje en die waren dan gekomen. En die kindjes kwamen ook mee op de foto. Dus dan was Kik die foto aan het trekken, dat zij dan ook mee aan hun brommer zo stonden. Zo. Ja, maar tot, hè. Nee. Ja, maar ik vind dat leuk dat we... Allee, dat zijn zo geposeerde foto's, maar ik vind dat wel leuk dat we die foto's hebben. Want ik kijk daar echt wel op terug van ah ja, dat was onze bollen. Keigoed. Ja. Kan er nog eentje doen, ze? Toen had ik nog geen snor. Sorry. Ja, dat was helemaal in het begin, hè, toen het liefde nog pril was. Ja, heel pril. Ja. Dat waren we zelfs. Ja. Dat hadden we denk ik nog zelfs niet officieel gezegd dat we in een relatie waren. Nee. Misschien ook leuk, hè, voor iedereen om te weten. Dat is een moment waar ik joh, bij was zelfs. Onze huidige presentator. Ja, want dat was ook op een schoolreis naar Mallorca. De foto is ook door Joni genomen. Ik denk dat de foto zelf door Joni is genomen. Helemaal juist. Helemaal juist. Ah, kijk eens aan. Het is een goede foto, hè. Niet iedereen kan dat. Ja, weet dat. Ja. Nee, maar dat is inderdaad het prille begin van l'histoire du Jana en Nico. Wat is dat? 2017? 18, nee. Wanneer zijn wij samen? Toen konden de dieren nog spreken. Nee. We hebben ons 1 jaar samen... Ja, 2017 zijn wij samen. Want we hebben ons 1 jaar samen in Oeganda gevierd met je stage toen. Dus 2018 was het. Dus ja. Mallorca was 2017. Mm-hmm. Dat is al lang geleden. Nee, want het is eigenlijk een studiereis. Hè, was dat? Waar we meer hebben gedronken dan gestudeerd. Want dat is een korte samenvatting. Prik voor weigeren, hè, Nico? Ja. Ja. Avond was het in ieder geval altijd plezant. Zeker en vast. Goeie en slechte momenten. Hè. Meer woorden moeten we er ook niet meer aan vuil maken. Hè. Nee. Mallorca, ja. What happens in Mallorca, stays in Mallorca. Despacito, dat zeg ik niet erop. Ja. Despacito. Ja, mannetjes, Mallorca. Goh. Zeg, hebben jullie nog vragen, opmerkingen, suggesties? Ja, ik vond het super plezant. En ik, met die foto's, ja, onverwacht. Zo ineens inderdaad in de oude doos even terugkijken. Nu in eind maart zijn wij 4 jaar samen. Dus gewoon echt al... de tijd gaat echt vooruit. En daaraan merkt je ook gewoon hoe lang dat al geleden is. Dat we op Thomas More zaten, dat we op die reis in Mallorca waren. Dus... Dat we elkaar nog eens hebben gezien, jongen. Dat is lang geleden. Dat wij elkaar nog eens hebben gezien. Maar ja... Oh, ja. Maar is het in Aberdeen zeker? Ja, klopt. Ja, maar dat komt er ooit wel van, hè. Ooit, hè. Ja. Nee, ik vond zeker met die foto's dat je voor een goede twist staan. Ik weet niet. Een foto... Ik vind er altijd over te praten. Dat is raar, hè, maar dat is... Zo is het. Zo is het. En op zich, ja. We kunnen verder blijven leuteren over God weet. Maar een foto, ja, dat spreekt meer dan 1000 woorden. Hoho. Ja, dat was cheesy, hè. Oh. Nico, Jana. Jana, Nico. Mag ik jullie heel, heel, heel veel succes wensen in de verre en in de nabije toekomst. Het was een hele eer om jullie te gast te hebben. Wij vonden het ook een hele eer om te gast mogen te zijn. Supergezellig, echt waar. Ja.
Ook bedankt, Joni. En groetjes aan iedereen thuis. Hi everyone. If you liked this episode, please leave a like or comment to tell me your thoughts. Or don't. And don't forget to subscribe. Or don't. It really helps me to keep working on AFAF and it means a lot to me. Thanks. Zeg, ik heb er eigenlijk nog één vraag, die een boek dat erachter is staat, ook een boek is. Ja. Ik dacht nog eens in de... Je mocht dat zeker vragen. Dat is mijn bompa, hè. Nee, dat is niet waar. Dat is toch niet mijn boek, zijn, hè? Nee, dat is Billy Connolly, hè. Dat is ja. Icoon van Schotland eigenlijk, hè, een comedian. Dat comedian, dus ja.